Hoi mensen. Vandaag ga ik aan jullie een verhaal vertellen uit mijn verhalenmap. Het is de map der verhalen. Dat is geschreven door mij, door mijn naam. Ik heb niet echt nog helemaal eronder. Ja, ik ga dus verhalen vertellen die ik heb geschreven. Want ik hou van verhalen vertellen. Dat vind ik altijd leuk om te doen. Dus dan doe ik het vandaag. Ik heb verschillende soorten genres gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld horror gemaakt. Maar ik heb ook over spannende dingen, dus de ontmoetingen. Dat is vooral mijn favoriete genre, zeg ik even. Ik heb ook. Oh. Die vrouw ben ik mee bezig. Ik heb ook Fast and Furious verhalen. Ik weet niet of jullie Engels kunnen. Want vooral bij deze genre heb ik in het Engels geschreven. Dus vandaar de vraag. Ik heb ook sprookjes verhalen. Als jullie interesse in hebben. En ook mijn andere favoriet van genre is liefde. Ja, iedereen houdt van liefde. Dus misschien vinden jullie dat ook wel een keertje leuk om te horen. Maar vandaag ga ik deze keer over spannende dingen vertellen. Vandaar ook leuk deze blaadjes die ik heb getekend. Ik vertel alvast aan jullie dat dit de verhalen niet echt gebeurd zijn, dus ja, de verhalen zijn gewoon door mij verzonnen. Ik ben een beetje verkouden, dat kun je misschien wel aan me horen, maar dat komt helemaal goed. Dus ja, vandaag een verhaal over een ontmoeting, niet echt gebeurd, gewoon mijn fantasie. Dus, hopelijk vinden jullie dat niet erg. Ik begin met het eerste verhaal. Als jullie niet kunnen lezen, dat is totaal niet erg. Ik ga later in mijn beschrijving het hele verhaal typen voor jullie. Dan kunnen jullie meelezen. Maar in ieder geval hier het eerste verhaal. Hier komt ie. Laura ging naar een winkel in haar buurt. Het is zelfs haar favoriete winkel. Daar is veel lekkere broodjes te koop die ik gelijk kan eten. Laura kocht een broodje gezond, broodje mozzarella en een broodje kroket. Toen kwam er een man en kocht dezelfde dingen als Laura. Al snel werd ze buiten aangevallen door Mats en Hugo. De man in de winkel zag dat en kwam in actie. Laura zat bang op de grond en keek treurig naar haar vertrapte broodjes. De man hielp. De man hielp Laura overeind en gaf aan haar zijn broodjes. Laura ging hem bedanken en al gauw wilde ze lopen en viel op de grond. De man tilde haar op en ging naar een bankje. Hij ging er naar kijken en merkte dat haar enkel gekneusd is. In die tijd hadden ze zich voorgesteld. Luc bracht Laura naar haar huis. Hij zet haar op de bank. Ze waren zo dichtbij dat Luc Laura ging zoenen. Het was zo romantisch dat ze verder gingen dan dat. Toen ging Luc naar zijn huis. In het huis van Laura deed ze een dutje. In die tijd kwamen Rochefort en Hugo.
Ze gingen het huis in brand steken en sterren vastbinden. Toen hun dat deden, kwam Luc ineens. Sterren werd bang en hield niet vol. Luc ging naar buiten en belde een brandweerwagen en de ambulance. Beiden kwamen eraan en Luc had Stella bevrijd. Rochefort baalde er enorm van. Van dat heldere doel. Luc zag hem daar staan met Hugo en belde gelijk de politie. Hij en Rochefort probeerden te vluchten, maar al snel waren ze gepakt. Met Stella kwam alles goed, dat Luc haar ging zoenen. En ze leeft nog lang en gelukkig. Nou mensen, dat was het eerste verhaal voor vandaag. Volgende week zal ik nog een verhaal vertellen, waarschijnlijk over een ontmoeting. Of misschien hebben jullie zelf een keuze. Laat het in de comments weten welke genre je graag wil horen van het verhaal die ik heb. Dus jullie kunnen kiezen uit horror, ontmoeting, of jullie mij in Engels horen praten, dus dan Fast and Furious, sprookjes of liefde. En als jullie dit leuk vinden, geef dan een duimpje omhoog en abonneer op mij. Doei! En veel succes!